Wat hebben we nu geleerd uit al deze simulaties? We hebben gezien dat gegevens in een steekproef random zijn, dat die veranderen van steekproef tot steekproef. Omdat de mensen die we nemen in de steekproef veranderen, veranderen de metingen en gaan dus ook de statistieken die we berekenen, zoals een gemiddelde, gaan veranderen van steekproef tot steekproef. En dat kan ook zijn invloed hebben op de conclusies die we trekken op basis van een steekproef. Dus door het feit dat we steekproeven nemen uit de populatie, gaan ook onze conclusies eigenlijk een soort randomness in zich dragen. Statistiek zal ons nu helpen om op basis van een steekproef beslissingen te kunnen concluderen die reproduceerbaar zijn. En het statistiek gaat u ook helpen om beslissingsfouten te controleren. We hebben twee belangrijke types beslissingsfouten gezien. De eerste type beslissingsfouten zijn vals positieve resultaten. In werkelijkheid is er geen verschil tussen twee groepen in de populatie, maar op basis van het experiment besluiten we dat er toch een verschil zou zijn. En dat type fouten, dat type vals positieve fouten, kunnen we heel goed controleren aan de hand van onze statistische methode. Dat gaan we typisch op het 5% niveau gaan controleren. Ongeacht of de studie nu klein is of groot is, als er in werkelijkheid geen verschil is tussen beide groepen, gaan we de kans op een vals positief resultaat mooi op dat 5% niveau gaan controleren. Anderzijds hebben we een tweede type fouten gezien, namelijk vals negatieve resultaten. In de populatie is er werkelijk een verschil, maar met de steekproef kunnen we dit niet oppikken. We hebben gezien dat we dat niet onder controle hebben, dat type fouten, in onze data-analyse. In onze data-analyse kunnen we dat niet controleren en dat leidt soms vaak tot vals negatieve resultaten, waardoor we niet kunnen besluiten dat er een verschil is tussen beide groepen in gemiddelde lengte bijvoorbeeld. We hebben gezien dat we die kans op vals negatieve resultaten kunnen controleren in die designfase. In die designfase kunnen we beslissen hoeveel observaties we hebben in de eerste groep en in de tweede groep. Hoeveel mensen gaan we samplen uit de populatie. Hoe groter dat aantal, hoe sneller we een werkelijk effect tussen de twee groepen gaan kunnen oppikken aan de hand van ons experiment.